Goedenavond iedereen. Ik ben Noëlie Beijer en ik ga zo direct praten met twee vrouwen voor wie schrijven hun lust en hun leven is. Beide komen uit Suriname en beide zijn kinderen van een gemengd huwelijk, waardoor ze op zijn minst twee culturen in zich verenigen. Beide hebben sterke banden met Nederland en het komt natuurlijk tot uiting in de Nederlandse taal waarmee ze allebei zijn opgegroeid. En beide hebben het vermogen van beeldend taalgebruik. De een noemt de zon de blinkende keizerin van de tropen en vertelt dat er van de rivier een lichte nevel opsteeg, de fijne druppels zichtbaar als dunne naalden in het licht van de lantaarn. En waarschijnlijk over diezelfde rivier schrijft de ander: de rivier glinstert, de kleur van het water fascineert me, bruin als bagger, het is eb. Water loopt naar zee als naar een beerput. Beide schrijfsters duiken ook in de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Suriname. De geschiedenis zelf en de uitwassen daarvan zijn een onuitputtelijke bron voor hun verhalen. Ze hebben allebei het migrantenleven van hun ouders voortgezet, al is het in tegengestelde richting. De een koos voor een leven in Suriname, het land dat ooit gecreëerd werd door Nederland, en de ander koos voor een leven in Nederland, het land dat door heel wat Surinamers nog steeds gezien wordt als het moederland van Suriname. Beiden zijn hier vanavond omdat ze in hoge mate voldoen aan het thema van Writers Unlimited dit jaar. Want als het om schrijvers van Surinaamse origine gaat, kunnen we zeker bij hen terecht met onze hoge verwachtingen van literatuur, van verbeelding, van kunst om een land als Suriname, waar het besef van goed en kwaad tot een dieptepunt is gezakt, er weer bovenop te helpen. Ik stel ze graag aan u voor. Eerst Tessa Leusja. Tessa Leusja is geboren in Nederland, in Amsterdam, uit een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader. Toen ze 30 was, emigreerde ze naar Suriname, het land dat zoveel nostalgie opriep bij haar vader, die op zijn beurt naar Nederland was verhuisd toen hij ongeveer dezelfde leeftijd had als zij. Zijn verhaal van heimwee en pijn van de zelfgekozen ballingschap stond model voor haar eerste roman, The Parbo Blues. En daarna schreef ze solo en liefde. De andere schrijfster met wie ik ga praten is Rihanna Jamaluddin. Rihanna Jamaluddin is geboren in Suriname, in Paramaribo, uit een Hindoestaanse vader en een Javaanse moeder. Toen ze 24 was, kwam ze voor verdere studie naar Nederland en is hier gebleven. Ze debuteerde in 2009 met de historische roman De Zwarte Lord. En vorige week kwam haar tweede roman uit, Kuis. Ik ga dus met ze praten. Welkom allebei. Dankjewel. Vrouwen die voeren de boventoon in de Surinaamse literatuur. In de verhalenbundel Voor mij ben je hier, die samengesteld is door Michiel van Kempen en vorige maand is uitgekomen, telde ik op 4 mannen 12 vrouwen, onder wie jullie allebei. Hebben jullie een verklaring daarvoor, voor die outburst van vrouwen die gaan schrijven, vrouwen van Surinaamse afkomst zoals jullie? Rihanna eerst. Nee, ik heb er geen verklaring voor. Ik weet niet waarom mannen dat minder zouden doen. Tessa. Het is misschien een soort van revanche. Mannen hebben al zo lang het heft in handen gehad. Ik denk dat wij nu aan de beurt zijn. Ja, ja, maar het is wel een enorme outburst, hè? Ja, het is behalve een outburst ook opvallend dat er in een hele korte tijd veel meer uit Suriname of over Suriname is geproduceerd dan in, ik schat, 20 jaar voorafgaand daaraan. En dat is natuurlijk ook heel opvallend. Blijkbaar is het klimaat nu, ondanks alle omstandigheden, toch goed om over het land te schrijven. Ja, daar hebben we het zo nog over die omstandigheden. Want ik vraag me inderdaad af of die omstandigheden, deze omstandigheden, zo gunstig zijn voor het schrijverschap. Want Suriname is een, dat blijkt uit jullie werk en uit het werk van al die anderen van wie de laatste tijd werk is gepubliceerd. Suriname is een onuitputtelijke inspiratiebron. Wat zijn jullie verwachtingen van Suriname, Rihanna? Ik ben er al heel lang niet meer. Ik woon al langer dan 25 jaar in Nederland. Dus
Ik kan er alleen nog wel eens als een buitenstaander eigenlijk over. Maar je komt nog wel in Suriname? Ik kom nog wel, maar als toerist. Je ouders zitten daar nog? Ja. Maar ik vond eigenlijk dat Suriname best goed op weg was. Het ging al beter met de economie en zo. En ik begrijp eigenlijk de nieuwe keuze niet voor politieke wisseling. Maar misschien als je daar woont, dat het dan wat begrijpelijker is. Is dat zo, Tessa? Begrijpen doe ik het niet helemaal. Het is natuurlijk heel merkwaardig om een leider te kiezen die het land ook naar hele dieptes heeft gebracht in het verleden. Dat is natuurlijk een heel merkwaardige keuze. Ik denk het enige goede voor mij dat er misschien uit voort kan komen is dat de laatste koloniale banden die er nog altijd zijn, hè, dat voortdurend kijken naar het moederland, voormalige moederland, dat die misschien een keer helemaal doorbroken zijn. Ja. En kijk, dat weerhoudt toch denk ik de ontwikkeling van Suriname. Dat voortdurend maar kijken naar wat doet Nederland en wat doet Nederland voor ons. Ja. In plaats van proberen op eigen kracht tot ontwikkeling te komen. Maar wat verwacht je nou van dit Suriname, dit klimaat voor jou als schrijver in dat land? Ja, ik vind het moeilijk. Ik vind ook, aan de ene kant heb ik een soort drang dat ik daar iets mee moet. Hè? Moet ik daar iets mee? Moet ik iets gaan schrijven nu over de ontwikkelingen? Moet je daar iets mee? Ja, is dat een soort verplichting die ik me als schrijver moet opleggen? Of kan ik dat ook naast me neerleggen? En wat vind je? Op dit moment vind ik het nog niet dringend genoeg om daar iets mee te moeten. Maar ik denk dat schrijvers toch wel een verantwoordelijkheid hebben om het aan te kaarten. En al is het niet in fictie, dan wel in non-fictie. Om iets te laten horen uit Suriname. Wat in Suriname bekend wordt, of in Nederland bekend wordt, is natuurlijk de blik van de Nederlandse journalist met name. Ja. Naar Suriname. Ja. En die blik kan soms genuanceerder. Ja. Rihanna, je zegt dat je daar dus te ver van af staat. Maar dat kan ik ook zeggen. Maar toch voel ik me wel zeer betrokken ermee. Ik me wel toch mijn bijdrage nog te leveren. Ja. Want Suriname is toch mijn inspiratiebron. Ja. En ik schrijf eigenlijk voor beide landen. Hè, voor Nederland en Suriname. Dus Het kan zijn dat ze soms in Suriname denken van nou, dat vinden we te Nederlands of wat. Maar als je voor beide landen schrijft, dan kan je niet anders. Dan moet je toch voel je rekening houden. Voel je je ook verantwoordelijk in het werk wat je doet? Ik ben ermee opgevoed. Hè? Ik ben opgegroeid in de tijd dat je gaan het land opbouwen. Suriname werd onafhankelijk. Dus dat is gewoon gebleven, zelfs al woon ik daar niet meer. Dus, maar ja, ik weet niet of het echt geaccepteerd wordt, want ik kom van buiten en dan is het niet altijd. Maakt het iets uit? Het maakt iets uit, want je hebt meer kansen in Nederland. Hè. In Suriname heb je geen distributiesysteem voor boeken. Je hebt geen echte uitgevers. Iedereen moet zelf zijn boeken gaan betalen en proberen ze naar de klanten te krijgen. Dus in die zin heb je het makkelijker. Ja, Suriname is alleen het land waar je bevindt. Hè? Het is de locatie. En ik bedoel, je kunt je werk natuurlijk elders publiceren. Het is gewoon je woonplaats. Ja. Tenminste, zo zie ik het. Ja. En je bent natuurlijk vrij om ook elders. Ja, want jij bent daar met opzet juist teruggegaan. Of juist naartoe gegaan. Ja, en het grappige is dat Rihanna zegt, ik ben een buitenstaander. Ja. Terwijl ik een insider ben. Wat de informatie betreft, ik woon in het land. Maar natuurlijk ergens ben ik ook een outsider in die zin dat ik er niet geboren ben. Ik heb een bepaald stuk van de geschiedenis niet meegemaakt. Dat heb ik natuurlijk wel eigen gemaakt. En ik weet er heel veel van. Yeah. Maar je hebt een gap in de ontwikkeling van het land. Ja, voor mij is dat precies het laatste gedeelte. Heb ik dat niet meegemaakt. Ja. Maar als schrijver vind ik het interessant dat je dus voor een deel een buitenstaander bent en kunt kijken naar die samenleving. En het dus kunt beschrijven en kunt analyseren. Ja. Jij bent begonnen in 1997 met een reisboek over Suriname. Hoezo? 95 geloof ik zelfs. Nou ja. Ja, dat was een opdrachtje dat ik toen. Op die manier ben ik in Suriname beland. Ik kreeg dat opdrachtje. Het leek me een leuke manier om op die manier het land van mijn vader te ontdekken. Ik was er wel eens geweest. Maar met zo'n legale opdracht om mensen te mogen vragen naar dingen.
kon ik natuurlijk heel brutaal van alles te weten komen. En toen heb je de stap gemaakt van dat schrijven over Suriname als toeristenland, zeg maar. De wetenswaardigheden van Suriname. De boek is trouwens al aan de 50-60 druk toe. Hè? Het gaat wel goed. Volgens mij al een 10e druk. Oh, het heeft verschillende titels gehad. Het is my bestseller. Ja. Maar goed, dus uit dat schrijven over Suriname zijn dus die romans tevoorschijn gekomen. Toen ben je begonnen met de Parbo Blues. Ja. En vervolgens kwam daar Solo. En nu ben je al ongetwijfeld weer bezig met iets anders. En tussendoor ook allerlei losse verhalen geschreven. En wat ik heel leuk vond, dat was misschien vorige maand. Een theatertekst van jou, tenminste een afgeleide van jou. Dat was een samenwerking met... Met theatergroep Stella Den Haag. Dat is het eigenlijk uit voortgekomen. Ik heb een schrijfworkshop gedaan met Hans van der Boom. Dat is een Nederlandse regisseur en theaterschrijver. In Suriname, aan Surinaamse jongeren. En we hadden een afloop, het is eigenlijk heel zonde om niets te doen met de teksten. Dus Hans is in Nederland aan de slag gegaan en heeft geïnspireerd op zijn ervaring een toneelstuk gemaakt. Dat heeft hier gespeeld. En ik heb hetzelfde gedaan in Suriname. Dat komt in Suriname in mei. Ja, hier heette het Kraskrassi. Ja. Maar jullie noemen het anders. Ja, het heeft de titel gekregen Bami Cola. En dat is eigenlijk uit een grapje ontstaan. Dat Hans en ik aan het praten waren over wat houdt jongeren in Suriname nu bezig. En we op een gegeven moment heel vertwijfeld riepen Bami en Cola. Ja. En die titel is blijven hangen. En omdat mensen het hebben opgepikt en het al een beetje als een lopend vuurtje. Ja. Maar ik had de indruk dat die verhalen, dus de bron van die verhalen, voor jou en voor Hans, hetzelfde was. En dat uiteindelijk het resultaat toch heel anders is. Ja, dat is het ook. Dus we zouden het heel leuk vinden om beide voorstellingen een keer samen op te voeren. In Nederland ligt dan voor de hand. En om het Surinaamse stuk door Surinaamse acteurs dan ook hier te laten spelen als een soort tweeluik. Ja, ja. Nee, om die kruisbestuiving te zien. Leuke ervaring, toneelteksten schrijven. Superleuk. Ja, ontzettend leuk. Ja. Het is een hele andere dynamiek. Ja, het begon dus eigenlijk, dat romanschrijven van jou, begon met die Parbo Blues. En hoe is dat eigenlijk ontstaan? Ik had nooit een hele sterke ambitie om fictie te schrijven. Ik las heel veel en ik met heel veel plezier. Maar mijn vader stierf en met hem had ik het idee dat een verhaal verdween. Een verhaal over migranten naar Nederland toe. Hun aanpassingsproblemen, zowel grappig als minder grappig natuurlijk. De wrijving die ontstaat als je dus naar een ander land verhuist. Maar daarmee ook niet alleen voor het individu, maar ook voor de omgeving van het individu. Ja. Dat als je een steen in het water gooit, dan heb je een soort rimpeleffect. Ja. En ik vond dat niet over deze groep mensen. Mijn vader kwam begin jaren 60 naar Nederland. Daarna kwam een grotere hoos. Ja. Ik vond daar weinig terug in fictievorm over hun ervaringen. De aanpassingen. Ja. Ja. Dus die Parbo Blues is eigenlijk geënt op de geschiedenis eigenlijk van jouw vader? Ja. Ja, ja. Ja. En nou heb je dat eigenlijk hetzelfde gedaan, maar een omgekeerde richting. Wat hij gedaan heeft. Nou ja, hij is hier naartoe gekomen. Ja. Dat vertelde ik net toen hij ongeveer, dat weet ik niet helemaal zeker, toen hij ongeveer net zo oud was als jij toen jij naar Suriname ging. Ongeveer. Ik denk dat hij ietsje jonger was. Ja. En iets avontuurlijker vertrok, want hij was verstekeling op een schip. Ja. En hij is dus echt illegaal het land binnengekomen. Hij vond dat heel vreemd. Hij kon dat, voor hem was het een hele grote droom om weg te komen uit Suriname. Dat was toen, als je een ticket vond. Je wist bij God niet waar je naartoe ging. Ja. Ja. Wat intrigeerde je nou in zijn, migratieverhaal? Ik zocht eigenlijk naar een antwoord op een vraag. Waarom mijn vader zich op een bepaalde manier gedroeg in ons gezin. Wat voor manier? Hij was introvert, hij was nukkig, bokkig. Hij rookte heel veel marihuana, hij luisterde naar jazzmuziek. Hij trok zich helemaal terug in een eigen wereld. Als kind is het moeilijk om over hem te schrijven? Het was niet moeilijk tot het moment van publicatie, omdat ik niet dacht aan publicatie in het begin. En op een gegeven moment, ik heb heel veel gefictionaliseerd. Hè? Het is dus niet een blauwdruk van de realiteit. Er komt een hele lijn in voor over mijn grootouders in Suriname. Ik heb mijn oma wel gekend, mijn opa helemaal niet.
Maar op het moment dat het dan uit moet komen, dan denk je opeens... Oh my god, er is, ik heb een moeder waar ik rekening mee moet houden. En lezers. Ja. Dat is natuurlijk heel vreemd. Ook dat mensen verbanden zien in het boek die je zelf niet bewust hebt aangebracht. Ja, ja, ja. Maar die er dan wel zijn. Maar dan nogmaals, wat intrigeerde jou zo in zijn hier in Nederland? Ik zocht eigenlijk een verklaring voor... En heb je dat gevonden? Ik heb het gefictionaliseerd. Ik heb het toch... ik heb het vermoed in zijn heimwee en in zijn ontheemd zijn. Yeah. Terwijl hij leuke contacten had. Toen hij stierf en zijn begrafenis... Waar hij vlak voor zijn dood kwam hij naar Suriname. En 4 dagen voordat hij stierf is hij teruggegaan naar Nederland. Die begrafenis was zo ongelooflijk druk. Maar zo ongelooflijk veel... mensen die wij totaal niet kenden. Ja. En daar waren wethouders bij. Terwijl hij was een chauffeur, een ambtenaar. Ja. Maar hij kende zoveel mensen. En dat was voor ons ook een openbaring. Ja. Hij heeft nog wel meegemaakt dat jij naar Suriname bent teruggegaan. Ja. Ja. En wat vond hij daarvan? Ja, verschrikkelijk. Wat moet je daar doen? Wat ga je daar... Ik heb het zo ver gebracht dat jullie naar Nederland... Tenminste, dat jullie in Nederland zijn geboren. Ja. Het is een prachtig verhaal. Ook de beschrijvingen van je grootmoeder... die op een gegeven moment op bezoek komt... in dat Nederlandse huis eigenlijk. Ja, ja. Na de Parbo Blues ben je doorgegaan met verhalen over Suriname... maar nu wat jongere mensen. Over vriendschap en dat verhaal liet solo. Een liefde. Ja, dat is een verhaal dat zich helemaal in Suriname afspeelt... En ik heb eigenlijk geprobeerd om in die personages, 2 jonge mensen die verliefd worden en die proberen los van elkaar hun professionele ambities te realiseren in een Suriname dat nog niet onafhankelijk was. En waar het dus moeilijk is om een vak uit te oefenen, zeker een vak dat niet alledaags is. Mm-hmm. Wat Rihanna ook al zegt, je hebt nou eenmaal meer mogelijkheden in een ander land waar veel meer dynamiek is. Ik heb geprobeerd door hun verhalen te portretteren... ook iets mee te geven van wat ik de ziel van het land noem. Yeah, de moeilijkheid om iets van de grond te brengen. Yeah. En waarom dat zou komen, door de historie. Het gaat eigenlijk over vriendschap. Hè? Er zijn 4 mannen die van elkaar houden, zeg maar... omdat ze samen de liefde voor de muziek delen. Ja, het gaat ook over liefde. Het gaat liefde voor de vrienden die je hebt. Ja. Voor de grond waar je bent geboren. Ja, ja. En toch, een van die mannen die heeft een vriendin. Daar staat dat voor, solo, een liefde. En dat gaat heel goed, maar ook weer niet. En wat wil je daarmee zeggen? Want die vrouw, die houdt ermee op. Wat zegt dat? Ja, het is een slag, want het is een roman natuurlijk. Maar toch, wat zegt dat... van Surinaamse, jonge, zelfbewuste vrouwen? Ik wilde heel graag een sterke vrouw portretteren. Hè, zoals ze in Suriname heel vaak zijn. Het zijn vrouwen die toch vaak alleen een aantal kinderen opvoeden. Werken. Soms zelfs hele kleine mini-bedrijfjes opzetten. En die kracht van die vrouwen... die wilde ik in dat personage meegeven. En dat lijkt bijna alleen maar solo te kunnen. Yeah. Hetzelfde dat je die sterke vrouwen ziet in een relatie. Op de een of andere manier werkt dat heel moeilijk. Yeah. Yeah. En voor de jongen in de band die ik neerzet... Ja, hij moet op een gegeven moment ook los van zijn vrienden komen. Los van zijn achtergrond om door te gaan. Yeah. En zij is dan sterker. Dat lukt haar meer dan dat het hem lukt. Yeah. Denk je dat zo'n vrouw in Suriname blijft? Nou, dat is kijk, dat is de vraag. Wat zij wilde doen, is ze wilde haar geboortegrond weer tot leven roepen. Hè? Ja. Maar kijk, solo staat ook voor Suriname zelf. Hè? Voor het land dat los moet van dat moederland. Ja. En op eigen kracht verder moet. Ja. En dat is nog steeds actueel. Ja. Ja. Je zei tegen mij dat je heel erg geïntrigeerd bent door Surinamers die uit hun land gaan. En die dan over de hele wereld verspreid raken. En wat dan met ze gebeurt. Ja, dus hoezo? De situatie... Nou ja, het is meer dat ik een soort vergrootglas wil leggen op alledaagse situaties. Hè. Bijvoorbeeld voordat ik hier naartoe vertrok in de hotelkamer...
lag een klein bordje met uw kamer is schoongemaakt door Sharmila. Nou, Sharmila kan een Surinaamse naam zijn. En ik denk dan, wie is Sharmila? Waarom is ze hier en waarom maakt ze mijn kamer schoon? Ja. Dat zou een ingrediënt zijn voor mij om een verhaal te ontwikkelen. Ja, ja. En dan niet vanuit een perspectief dat zij een onderdrukte, zielige vrouw is. Maar vanuit de interesse van, goh, wat grappig. Ja, ja. Dat je dan blijkbaar niet in het Suriname hotelkamer schoonmaakt. Ja. Maar de Suriname komt om dat te doen. Ja, dus zo weinig heb je nodig om je fantasie in werking te zetten. Ja. 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 Het eerstvolgende boek wat je maakt, dat heet De Eerste Surinamer. Dat is een werktitel, dat kan alle kanten op. Dat is, ja. Ik heb een labeltje nodig om iets op te zetten. Ja. En dat is voorlopig dit geworden. Maar kan je al iets zeggen, want je gaat zo direct toch een fragment uit dat onvoltooide werk nog voorlezen. Kan je al een beetje zeggen waar het over gaat? Ja, dat kan ik nu zeggen, maar het is niet zeker dat het ook zullen een boek je wordt. Er niet, op niet later zeggen. Ja. Dat. Nee, het idee wat ik heb nu is dat het gaat over een man, een Surinamer, in Nederland. En die krijgt Marokkaanse buren. En hij projecteert eigenlijk zijn eigen ontevredenheid een beetje op die buren. En hij heeft het idee dat... Ontevredenheid over? Over zijn baan, over zijn relatie, over zijn positie in het land. En hij heeft het idee dat het bij de buren allemaal beter gaat. Ja. En dat wil ik uitwerken tot een langer verhaal. Ja. Maar dit wat je niet vertelt, dat komt niet tot uiting in het fragment wat je wil gaan lezen. Nee, niet de spanning met... maar wel een beetje dat wat ik bedoel met het vergrootglas leggen op situaties waar... Nou, nu heb ik het over Suriname, zich bevinden. Het fragment wat ik ga lezen, hij gaat met vrouw en kind naar het strand op een warme dag. En voor hem hoeft het niet, want hij is al bruin, dus hij hoeft niet bruiner te worden. En, het Scheveningse strand of maakt dat niet? Zandvoort, ik had Zandvoort in gedachten, volgens mij komt dat niet in het stuk. En hij houdt zielsveel van zijn dochter en hij valt even in slaap en hij wordt wakker en die dochter is weg. De microfoon is voor jou. We gaan het doen. Ja. Heerlijk toch hier, Herman? Met een paar kontbewegingen nestelde Erika zich op haar helling. Herman knikte en manoeuvreerde zich in een reepje schaduw van het windscherm. Bruine hoefde voor hem niet. Hij deed zijn ogen dicht en voor zijn gevoel een fractie later weer open. Kurkdroge mond. In de strak blauwe lucht snorde een reclameboodschap voorbij. Weg was zijn hoofdpijn, maar op dat moment boorde hij zich hevig terug. Hij richtte zich op. Zijn benen lagen in de felle zon, gloeiend. Hij bewoog ze even. Met een kreun kwam hij overeind. De kuil die hij had gegraven was een trechter. Zijn dochter was door de opening verdwenen. Op Erika's helling lag alleen haar badlaken, die met de palmboompjes. Dwergpalmen, schatte hij. De afdruk van haar lichaam was er nog in zichtbaar. Met een hand boven zijn ogen staarde hij naar de kustlijn. Deinende mensen op luchtbedden, rossige kinderen met feloranje vleugeltjes om. De vleugeltjes. Ze lagen op het kastje in de gang, naast het bakje voor de sleutels. Hij zou ze meenemen. Vergeten was verliezen. Kwijtraken uit je geheugen omdat je een fractie van een seconde aan iets anders dacht. Aan je tanden flossen bijvoorbeeld. Of aan de autobanden pompen straks. Of aan vroeger. De warmte, de kruidengeur. Aandacht voor het een betekent het vergeten van het ander. Waaraan had hij precies gedacht? Aan zakelijke dingen. Aan de spaarrekening die hij kort geleden voor even had afgesloten, met maandelijkse bijschrijving. Zilvervloot, guldenvloot, appeltje voor de dorst. In slow motion begaf hij zich richting zee. Vraag, hoe vind je een mensenmassa aan kleuter en een vrouw zonder bovenstukje? Antwoord, niet. Hij bereikte de overgang van het mulle zand naar de natte strook met schelpen. Vlug sprong hij eroverheen. Met Eve had hij wel eens kleine roze schelpjes verzameld. En scheermesjes. Ze had hij met haar mollige handjes uiteengetrokken. Wreed. Zijn tenen in het water
waren donkere weekdieren. De prikkelkou werkte zich in hem op. Kon hij zijn gekwelde kop maar eventjes op Erika's schouder laten rusten. Mama Erika. Stel je toch niet zo aan, zou ze zeggen. Komt allemaal weer goed. En toen zag hij haar. Zomaar opeens. In het warme zand, gelukzalig glimlachend. Een vrouwenglimlach van lente en eindelijk weer blote benen. Hij wilde iets roepen, maar hij zag even niet. De zee trok zich met een zuiggeluid terug en opeens was het daar. Zijn wanhoop. Hij sprintte het water in, bokken sprongen tot aan zijn middel. Eve, Eve! Ze speelde schuiltje voor hem, zoals hij vroeger met de buurtkinderen op het erf had gedaan. Kom me zoeken, kom me zoeken. Met beide armen schepte hij door het water. Hij was de vliegende Surinamer. Tot in de lengte der dagen moest hij scheppen naar zijn dochtertje, omdat hij haar oranje zwemvleugeltjes op het kastje in de gang had vergeten. Eve, Eve! Uit een ooghoek zag hij Erika. Ze stond wild met haar armen te zwaaien op het strand. Een man ploegde door het water op hem af. Snel, nog een keertje scheppen. Beet. O Jezus Christus, hij had beet. Een massa, zacht en toch stevig. Hij haalde op. Een kanjer van een kwal lag in zijn armen. Blauw en doorzichtig, een donker puntje klopte in zijn binnenste. Hij liet los. Zijn armen ontstaken in een hevige brandneteljeuk. Hallo, meneer? De ploegende man. Trots lachend wees hij naar het strand. Erika stond er nog steeds te zwaaien. De man sprak luid, alsof Herman hem anders niet kon verstaan. Uw vrouw zit daar samen met die van mij. Uw dochter zit daar samen met die van mij, lief in een plas te spelen. Uw vrouw let nu even op. Ze riep u nog, maar u hoorde het niet. O, zei Herman. En hij plenste wat water in zijn gezicht. Samen waren ze terug naar de kant. De reddingswerker en zijn slachtoffer. Bevrijd uit het puin van het vaderschap. Licht zwalkend stapte Herman het strand op. Op Erika's gezicht vermengde zich vertedering, spot en schaamte. Om hem. Nou, kom maar gauw, zei ze als tegen een klein kind. Eve kwam aangewaggeld met haar emmertje vol zand. Papa, voor jou. Herman zakte door zijn knieën en nam het emmertje van haar aan. Dank je wel, zei hij. Zijn stem klonk bejaard, maar zijn koppijn was verdwenen. Hij kieperde het emmertje om. Een plengoffer aan Hollandse bodem. Dat smaakt dus naar meer, hè? Ik hoop het. Ja. Voor mij wel. Ja. Wanneer, ja. Heb je enig idee al wanneer dit klaar is, dit boek? Nee. Daar stel je jezelf ook niet een limiet? Nee, ik vind dat heel erg benauwend werken. Ik heb een druk leven met kinderen. En het moment dat ik mezelf een deadline stel, dan werkt het ook verlammend. En dan, dan gebeurt er weinig. Dus het ontstaat op een gegeven moment. Ja. Rihanna, je kent de boeken van... Ja. En? Ja, ik vind... Ja, dan moet je wel eens mooi zeggen. Nee, ik vind de manier waarop ze het schrijft zo mooi van... Dat ze de gebaren met de situatie beschrijft. En dan kun je als lezer zelf daaruit afleiden hoe de gemoedsgesteldheid van de persoon is. En dat is een mooie manier om het te doen. Ja, dat weet jij. Als waarnemer, zeg maar. Ja. Daar weet jij natuurlijk zelf ook wel een mooie koek van te bakken. Mm-hmm. Met de mooie boeken die je tot nu toe al geschreven hebt. Tessa las iets voor over een soort strandscène. In een van jouw boeken, in je laatste boek, heb je ook een prachtige strandscène. Daar wil ik het straks graag over hebben met jou. Van huis uit ben je docent, ben je tekenaar. Je was, hoe oud was je toen je hier naar Nederland kwam? 23. Ja, en hier dus gebleven? Ja, op den duur. Ja. In het begin denk je steeds, ik ga nog terug. En dan op een gegeven moment is het te lang geworden, denk ik. Ja. En, maar je bent gaan schrijven. Ja. Dat zat er dus niet in toen je uit Suriname kwam, of wel? Tenminste, ik wou het al heel lang, al van kind af. En op den duur. En waarom wil je dat? Waarom wilde je dat? Dat weet ik niet. Dat zit erin. En het kwam eerst, in eerste instantie kwam het eruit als ging ik in de beeldende kunst. Dus mijn verhalen waren eerst beelden.
schilderijen en ja? Linodrukken enzovoort. Dat soort dingen. En in eerste beelden met teksten erbij bedoel je? Of nee, maar... maar ik wilde wel in het begin striptekenaar worden. Aha, ja. Maar op den duur kwam ik erachter dat ik de tekst toch veel belangrijker vond dan je in een strip kunt, kunt maken. Ja. Nou ja, toen kwam je dus in Nederland en hier deed je op een gegeven moment mee, ik geloof dat het eind jaren 90 was, met de Crossing Border, met een Crossing Border Festival hier in Den Haag, met een verhaal. En daarna won je de derde prijs van de Kwaku Literatuurprijs, die jij trouwens ook hebt gekregen. Ja, of ook tweede of derde bent geworden. Nou, ik kreeg alleen maar een aanmoedigingsprijs. Oh, ja. Het was ook wel een aanmoediging. Ja, het was een, ja. Jij hebt de derde prijs gekregen toen. En, maar ondertussen was je wel al bezig met een verhaal. Met de Zwarte Lord. En het is uiteindelijk een hele dikke pil geworden. Hij ligt daar. Ik zal even laten zien. Ja. Dat is een dikke pil van 500 pagina's. En het lijkt wel op een magnum opus. Maar het was wel je romandebuut. En het is een historisch verhaal. Nou, het is niet een historisch verhaal, maar wel een historische roman. Dus de omgeving, de tijd, de tijdsgenoten, die zijn allemaal wel... Ja. Vertel even de hoofdfiguren zijn verzonnen. Ja, vertel even in het kort, want het speelt zich af in één jaar, in de 19e eeuw, in Suriname eigenlijk. Ja, het hoofdgedeelte van het verhaal speelt zich af in het jaar 1848. Ja. Maar de hoofdrol is een gouvernante uit Den Bosch. En zij vertrekt op een gegeven moment naar Suriname. En daar gaat zij in het revolutiejaar, want 1848 was de tijd dat er allemaal revoluties waren in Europa. Overal kwam het socialisme op en arbeidersopstanden en revolutie. En dat waaide over naar het Caribisch gebied, waar ook de slaven in opstand kwamen. Ja. En soms met succes hun vrijheid wisten af te dwingen op de Antillen. En dan vraag je af, hoe gaat het dan in Suriname? Suriname zat op dat moment ingeklemd, of is nog altijd tussen Frans en Brits Guyane. Ja. Maar Brits Guyane, daar was al 15 jaar de slavernij afgeschaft. Ja. En Franse Guyana werd in 1848 vrij van de slavernij. Ja. En dan vraag je af, hoe ging dat dan als je daar woont? Ja, en wat doe je dan? Je vraagt je af, hoe ging dat dan in dat jaar? Ja. Woelig jaar in Europa, maar dat slaat dus over naar de kolonies. Hoe ging dat dan en waar vind je het antwoord? Ja, veel research en veel verbanden leggen. Hè? Als je het één niet kunt vinden, dan moet je het ergens anders zoeken. En dan op een gegeven moment kun je een beeld vormen van hoe het geweest moet zijn. Ja, want de 19e eeuw, Europa, Nederland, daar is heel veel over te lezen. Mm-hmm. En na te zoeken, maar over Suriname. Ja, dat is moeilijk. Maar ik heb toch wel gelukkig dingen gevonden. En ik kreeg toch wel een beeld. Maar bijvoorbeeld de censuur was heel streng. Je had een heel strenge procureur, meester De Kanter. En die knipte soms zoveel uit de berichten dat de krant gewoon witte vlekken had, witte blokjes. Ja, en niemand protesteerde toen? Nee, ze deden het voor de veiligheid. Hè. Ja, mochten geen slavenopstanden daar komen. Ja. Dus, maar goed, die Zwarte Lord, wie is dat? Ja, onze gouvernante gaat naar Den Bosch. Naar Suriname. Ze komt uit Den Bosch, Komt uit Den Bosch, gaat naar Suriname om les te geven aan een... jonge plantage-eigenaar, die is een kleurling. Hij heeft een zwarte slavin, is zijn moeder. Een blanke planter was zijn vader. En hij erft de plantage, hij is vrij en hij wil zich verder ontwikkelen. En daarvoor helpt hij gouvernante. En dat doet zij. Dus je krijgt een soort... Het is een relatie eigenlijk die ze ophouden van een gouvernante. Iemand die les geeft aan een leerling. Ja. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mensen die in dat boek langskomen. Een revolutionaire theatergroep, een Franse theatergroep. Ja. Uit Frans-Guyane. Ja. Dat kon wel. In die tijd had je ook al theatergroepen die reisden, op tournee gingen... Ja. Hij had ook, er bestond toevallig ook een theatergroep met een vrouw aan het hoofd, zoals in dit boek. Ja, ja. Ja, je hebt het over die theatergroep, die heet La Rouge in dat boek. La Troupe Rouge. In hoeverre is dat waar? Ja, dat zei ik net. Je had inderdaad theatergroepen. Je had ook Theater Thalia, dat bestond al. Er kwamen reizende gezelschappen, meestal uit Amerika, maar ook uit Europa... En die voerden de bekende stukken op, Shakespeare en andere stukken en kluchten en comedies. En,
En dat gedeelte is dus waar. En hoe revolutionair ze waren, dat heb ik dan een beetje erbij verzonnen. Maar gezien de tijd waarin het speelde en de revolutionaire Fransen in die tijd... Ja. Was dat mogelijk als je vertelt dat er iemand censuur pleegde op wat er geschreven was, dat er dan een theatergroep is die met dit soort revolutionaire... Als ze daarmee aankwamen, waren ze waarschijnlijk opgepakt, wat ook gebeurt in het boek. Er is in Suriname is dit boek met heel veel aandacht gelezen. En een van de kritiekpunten die ze hadden, waarom schrijft Rihanna dat verhaal vanuit die witte vrouw? Ja, bij dit boek wilde ik ook een verbinding hebben tussen Nederland en Suriname. Kijk, Surinaamse geschiedenis is tot aan de onafhankelijkheid in 1975, is ook Nederlandse geschiedenis. Daar merk je hier in de schoolboeken en niets van. En dat is zonde, dus men kent eigenlijk helemaal niet de Surinaamse geschiedenis hier. Terwijl het ook de eigen geschiedenis is, wel zeker 300 jaar lang. Ja. En ja, door een figuur uit Nederland daar te brengen en die dat allemaal gaat bekijken en zich afvraagt van wat is dit en voor wie het allemaal nieuw is. Op die manier kan de lezer, ook de Nederlandse lezer, maar ook de Surinaamse lezer, want ook in Suriname is de Surinaamse geschiedenis ook heel lang weggemoffeld. Ja. En kunnen toch een beeld krijgen van hoe het kan zijn geweest in de 19e eeuw. Ja, naar mijn weten bestaat er nog niet eens een boek over de 19e eeuw, zeg maar, dat in Suriname speelt. Ja, dat vond ik zo jammer. Want, ja, tenminste een roman, hè? Dan, ja, ik had zo genoten van die 19e eeuwse romans. Je kent ze wel, van Victor Hugo, van... Maar dat speelt zich allemaal Charles hier af. Dickens, en we hadden het niet in Suriname, want ja, toen waren mensen te druk bezig met overleven. En dacht van, laat ik nou proberen dan zelf iets te maken. Dat moet een enorme klus zijn geweest, om dat allemaal na te tevoren wist ik niet dat het zoveel werk zou zijn. Wat groeide en het groeide, het werd steeds meer. Ja. En dus, hoe lang duurt zoiets eigenlijk voordat je dat... Ik heb voordat je dicht had? 6 jaar minstens erover gedaan. 6 jaar. Ja. Kan iets langer zijn geweest. Ja. En het was eigenlijk nauwelijks af. Of er lag alweer een nieuw boek. En dat is een boek met een enorme intrigerende voorkant. Dat heet Kuis. Ik zei aan het begin al dat je kind bent van een Surinaams-Indostaanse man en een Surinaams-Javaanse vrouw. Ja. Ik las dat je moeder van huis uit katholiek was en zich bekeerd heeft tot de islam vanwege het huwelijk met je vader. Ja. Dus... kijk, die religie en de toewijding die er soms bij hoort, de vermenging van verschillende culturen en religies, dat zijn hele saillante thema's in het boek Kuis. Maar het zijn allemaal zijlijnen eigenlijk. Er zijn meerdere lijnen in het boek. Ja, er zijn meerdere lijnen, maar er is dus één verhaal wat die rode draad vormt. Mm-hmm. En dat gaat natuurlijk over die kuisheidsgordel die daar... zo mooi is gefotografeerd op de voorkant. Vertel eens, kuisheidsgordel, hoezo? Dat is toch nog eerder terug dan de 19e eeuw? dit boek speelt in het heden, in Daarom, Nederland. Ja. En het gaat over de Hindoestaanse goudsmid en die Ramesh, die op de Albert Kuip een zaak heeft. En op een gegeven moment krijgt hij een klant binnen die voor zijn vriendin zo'n kuisheidsgordel wil laten maken. En nu zijn er een paar problemen. Ramesh die leeft vrijwillig celibatair. Hij heeft zijn kuisheid opgedragen aan de godin Parvati. Dus dan krijg je de al van... hij ziet daar zo mooi voor. Hij wordt verliefd op haar. Maar tegelijkertijd heeft hij zijn kuisheid al opgedragen aan de godin. Ja. Bovendien, zij is al met die klant, met Benny. Ja. Die kuisheid, dat is inderdaad een woord wat tig keren voorkomt in het boek. Mm-hmm. Wat is dat, kuisheid? Iedereen zal waarschijnlijk een ander verhaal hebben. Allemaal kuisheid. of niet? In het boek wordt er op verschillende manieren ook nog verteld over kuisheid door de eeuwen heen. Doordat Ramesh verhalen vertelt aan zijn geliefde. Ja. Wat voor Ramesh kuisheid is zo zuiver mogelijk leven, zonder fysieke verlangens feitelijk. Daarom heeft hij zijn kuisheid zo hoog opgedragen aan een godin. Ja. Dus geen haalbare kaart natuurlijk.
Ja, ja, dat moet hij zelf ook gaan ondervinden. Dat ja, ja, ja. Moeilijk er is. Ja, kuisheid wordt, dat had ik even opgeschreven. Dat wordt door iemand anders gezegd. Dat was een mooi ding, maar al niet altijd even comfortabel. Ja. Ja, ja. Hoe kuis ben jij? Misschien te. Wat zeg je? Misschien wel te. Misschien wel te. Ja, nou ja, goed. Je zei het heel even, de verhalen die hierin worden verteld, die worden ook vaak verbeeld eigenlijk door verhalen. Ik meen dat ze uit 1001 Nacht komen of... Nee, ik heb ze gewoon zelf geschreven. Dat zijn prachtige verhalen. Dus als iemand wil uitleggen wat bijvoorbeeld kuisheid is, herinner ik me dat er dan een verhaal komt over de onbegeerde huwelijksdaad. Aha. Ja, en dat heb je maar zelf verzonnen. Juist van die weet ik het niet zeker meer. Oh. Het geheugen kan zo tricky zijn. Maar ja, dat gaat dus wie weet komt het wel in Boccaccio voor, weet ik niet zeker. Maar al het andere is wel zelf... Ja. Maar dat is dus een vrouw die kuis wil blijven, omdat het huwelijk haar is opgedrongen en ze wil eigenlijk het klooster in. Maar ze is dus getrouwd met die man. En die man die krijgt van zijn biechtvader te horen dat hij niet te veel verstrikt moet raken in de geneugten des vleeses. Want de mens is zondig en het is beter om volledig kuis te leven. En als het niet anders kan, de huwelijksdaad zonder begeerte te voltrekken om zo zuiverder voor God te kunnen staan. Ja. Maar dat dacht men inderdaad ook. Hè? En het was een mooie vrouw. En met een mooie vrouw zondigde je meer. Ja. Dus dat was... Ja, daar genoot je meer van. Ja. Het boek is naast al deze bespiegelingen over de verhoudingen tussen man en vrouw, is het ook, wat je al even zei, een heel fraai tijdsbeeld, hè, van de multiculturele samenleving hier in Nederland, in Amsterdam. Voor de mensen uit moslimlanden is het nogal wennen om hier te wonen met al die losse zeden. Je hebt ook lesgegeven aan migranten. En wat merkte je bij hun, zeg maar, van de pijnen, maar ook van, ja, ook van de lusten om in een nieuwe omgeving te wonen en te leven? Ja, het is zeker als je komt uit een veel kuisere samenleving, een meer islamitische samenleving, is het vast niet makkelijk om in een stad als Amsterdam rond te lopen. Waar de verleiding als het ware van alle kanten je toeschreeuwt. Ik heb wel eens gehoord. Is dat iets dat je zelf ervaart? Ook? Nee, het was een cursist van mij, een Turks cursist, die vertelde, als ik door de stad loop, kijk ik nergens naar, alleen recht voor me uit. Zo. Dus dat heb ik dan gebruikt voor een scène waarin de vriend van Ramesh, de Soefie, Marokkaanse Soefie Hassan, die vertelde hoe hij zijn wandeling maakt vanuit het Centraal Station helemaal naar Rembrandtsplein en al die tijd alles probeert te negeren wat hij onderweg tegenkomt. Ja, je noemt de naam al van die Hassan. Dat is dus een vriend van die Ramesh. Dat is een jongen of een jonge man die vrij strak in de leer is, maar ook weer niet. Hoe moet ik dat nou weer rijmen met zo iemand? Weer niet, hoezo? Hij is dus heel strak in de leer. Maar ondertussen, dus hij wil die kuisheid, die streeft hij dus ook naar. Maar ondertussen overkomt het hem toch maar de liefde. En daar kan hij natuurlijk ook niet vanaf blijven. Ja, het is... Het is voor hij zo ver komt, is er een hele... ontwikkeling in hemzelf. En Ramesh en Hassan die discussiëren ook steeds over hun keuze om op het pad van de zuiverheid te blijven. En als Hassan inderdaad op een gegeven moment toch kiest voor het huwelijkse leven, dan is het voor Ramesh ook wel even alsof hij in de steek wordt gelaten, want ze waren toch altijd kameraden op het pad van de zuiverheid. Wat wil je ons eigenlijk meegeven met dit boek, los van het feit dat het een prachtig verhaal is en verhalen in verhalen. Ik denk dat men in Nederland, want in Nederland geloven heel veel mensen niet meer. Het is geloof ik een van de landen waar de meeste mensen niet meer geloven. Een van de landen op de wereld. Daarbij denken ze vaak dat het een ontwikkeling is van je gelooft eerst en dan ga je op een gegeven moment ga je twijfelen. En dan op een gegeven moment heb je het idee van, nee, er is geen God. Het is gewoon dit leven en verder niet. En dat is de enige ontwikkeling die een mens kan meemaken.
Maar ik denk dat er nog veel meer ontwikkelingen zijn die mensen kunnen meemaken. Ja, en het hoeft maar één van de vele. We zijn hier in Nederland ook wel een beetje bang geworden van, zeg maar, moslims. Om het maar heel algemeen te zeggen. En dat komt in dat boek niet zo openlijk ter sprake. Maar er zitten toch wel... Ja, ik heb het boek niet voor niets gedateerd. Tenminste, het verhaal, er staat aan het begin 1998. En aan het eind staat het er nog een keertje. Het is voor 9-11 en voor de moord op Van Gogh. Yeah. Het verhaal was ook al daarvoor geschreven. En in die tijd was het toch nog iets meer ontspannen, de houding tegenover moslims. En daarna is dat veel... Maar het is wel lang nadat er een fatwa heeft gerust op Salman Rushdie, omdat hij het over de profeet had. Toch was het in Nederland toen nog niet zo dichtbij, denk ik. Gewoon pas toen met... Maar goed, we lezen het nu, terwijl het wel allemaal is gebeurd. Ja. Daarom heb ik die datum erbij gezet. Omdat ik is dat om denk jezelf dat het, alvast... Omdat ik dan niet hoefde te hebben over extremisme en fundamentalisme. Of fundamentalisme komt er wel even in voor, maar niet over terrorisme en dat soort dingen. Yeah. Nee, het ging mij vooral om de religieuze discussies. Yeah. Ik denk ook dat de meeste moslims zich helemaal niet bezighouden met terrorisme en extremisme. En gewoon een huiselijk, alledaags leven willen hebben, net zoals autochtonen. Yeah. Dus dat is geen... Maar het wordt ook vaak gezegd dat hoe verder ze van hun eigen huis zijn, hoe geloviger ze als het ware worden. Dat zou kunnen. En strakker in de leer. Juist omdat ze hier overspoeld worden door al die vreselijke zeden om hen heen. Ik denk zelf dat het maar een fase is. Dat het op de duur toch... iedereen moet met elkaar samenleven. Je kunt niet doen alsof je nog steeds in Marokko of Turkije bent of Iran of weet ik veel. Ja. Moet toch, en die krijgt die invloeden toch op school en zo. Die Hassan, dus dat is die hoofdfiguur die zo strak in de leer is. En Ramesh, dat is de smid, de man die kuisheidsgordel moet maken. Die zijn vrienden, ze bespreken het geloof. En we hadden het net, ik had het net over, want dat herinnerde me dus aan die prachtige scène op het Scheveningse strand, wanneer die twee mannen echt filosoferen over het geloof. En dan hij daar een soefiedans uitvoert met dat strandbeest op de achtergrond. Ik weet niet, mensen hier in Den Haag kennen dat. Misschien dat kunstwerk wat in de zomer op het strand is. Van Theo Jansen, geloof ik. Theo Jansen. Ja. Maar dat was heel mooi. Maar goed, maar de spanning in het hele verhaal zit hem natuurlijk toch... in die kuisheidsgordel. Ja. Dus ik wil vragen of je... je hoeft het tipje van de sluier niet helemaal op te lichten, maar een beetje. Als je daar ons een fragment over wil voorlezen. Ja, graag. Ik zal het even inleiden. In dit fragment heeft een meisje, Ashmane, heeft de gordel eindelijk aan. Ze heeft hem gekregen van Benny, haar vriend. En de goudsmid Ramesh heeft hem gemaakt. En ze heeft hem nu eindelijk onder haar kleren aan. Ze had er rekening mee gehouden dat haar dagen een weinig anders zouden verlopen met de kuisheidsgordel aan. De band waarmee ze door Ramesh aan Benny was gesmeed zou haar houding en bewegingen misschien wat beperken, haar kledingkeuze beïnvloeden, aanpassingen vergen bij de toiletgang. Verder verwachtte ze niet zoveel verandering. Er was wel een klein incident geweest in het restaurant. Tijdens een diner met een groep rumoerige gasten, toen een handtastelijke klant haar een klapje op de billen had gegeven en toen schielijk zijn hand wegtrok, toen hij het met metaal van de gordel had geraakt. Ze had hem slechts minzaam aangekeken, de vriendelijke glimlach om haar mond weersproken door de opgetrokken wenkbrauwen en de waarschuwing in haar ogen. De man had zich teruggetrokken met een uitdrukking van vrees op zijn gezicht, onder hoongelach van zijn vrienden. Belangrijker vond ze Benny's waardering. Het vleide haar dat hij bereid was geweest zo'n hoge prijs voor haar kuisheid te betalen. Te meer daar hij die gratis had kunnen krijgen. Zij droeg het sieraad ter bekroning van hun band. Het was een geheim dat Benny en zij deelden, iedere keer dat hun blikken elkaar kruisten en hun passie als op staal werd gewit, vonken schoot tussen nietsvermoedende omstanders. Maar wat ze niet tevoren had kunnen bevroeden, was de uitwerking die het dragen van de gordel op haar had. Het viel niet direct op.
alles moest in het begin wennen. Het meedragen van het geheim onder haar kleren, dat haar ieder moment van de dag aan haar band met Benny herinnerde, was als een nieuw spel. Maar naarmate de dagen verstreken, werd het duidelijker. De gordel bracht haar meer spanning dan ze gewenst had. Eerst kwam het tot haar als een vluchtige waarneming, een gedachte die in een onbewaakt ogenblik opduikt, een onwillekeurig verglijden van aandacht naar heimelijke genoegens. Het geweten is snel met excuses en als verliefde vrouw weet ze haar conditie en haar verlangen naar Benny. Maar spoedig kon ook de soepelste redenering haar niet meer afleiden van hetgeen haar overkwam. Het was of ze onder het lopen voortdurend gekust werd en dan wel op een zeer intieme plek. De scharende beweging werd hachelijk, maakte haar kwetsbaar. Soms werd ze gedwongen zich achter de gordijnen van het restaurant terug te trekken om even bij te komen. Met het hoofd tegen de muur geleund, de ogen gesloten, diep ademhalend alsof het ritme van het middenrif de vlinders om haar dijen verjagen kon. Bij de bediening in de eetzaal bleef ze zich bewust van het gewicht van de schakels om haar heupen, trachtte ze soms haar bewegingen aan te passen om prikkelingen op de gevoelige plek te vermijden. Ze was verloren, koortsig verleid door het sieraad van de smid. Ben je niet benieuwd hoe dit afloopt, Tessa? Ja, natuurlijk. Maar... Wie niet? Doe eens een gok. Nou, jij hebt het niet gelezen, dus je weet het niet. Hij gaat af natuurlijk, die gordel. Maar in een van die verhalen vertel je ook over zo'n gordel. Welk verhaal was dat nou ook alweer? Dat een vrouw een gordel omkreeg van aardewerk. Ja. Hoe was dat nou ook alweer? De non van de blauwe schede. Dus daar hebben we nog heel even tijd voor om dat verhaal te horen. Vertel even. Oh ja, nou, een koning die had dan een... die had zo'n prachtige vrouw dat hij eigenlijk niet tot niets in staat was als hij bij haar was. En als gevolg daarvan werd hij zeer jaloers. Toen besloot hij op reis te gaan om iets te vinden, een middel te vinden voor zijn kwaal. Maar tegelijk wilde hij haar niet onbeschermd achterlaten. En hij liet door een pottenbakker. En ja, ze moest gaan zitten op een lap klei. Er kwam een afdruk van en daar werd een gordel gebakken. Ja, en die moest zij om en ging jarenlang was de koning weg. En intussen werd de koningin alsmaar verdrietiger. Die verdorde als het ware door deze straf. Maar uiteindelijk kwam de koning terug. En de koningin deed alsof zij heel blij was. Maar toen hij 's avonds zou gaan slapen en eigenlijk eindelijk zou gaan doen wat de bedoeling was, toen had zij hem een drank gebracht die licht hallucinerend werkte. Hij dronk het op en was machteloos en zag haar samen met de nar gemeenschap hebben, terwijl zij de gordel aan had. De nar was een dwerg en zij... Dus hij kon erbij. En ze, en ze zei dat ze vermagerd was door al die zorgen en dat hij nou plaats en ruimte had gekregen. En de koning die kon verder niks beginnen. Elke avond gebeurde hetzelfde. Hij was zich half gedrogeerd en zag hij die vreselijke taferelen voor zich, waar de vrouw om bespotte. Doordat hij op een gegeven moment besloot haar te laten executeren voor overspel. Maar toen zei ze van nee, ik ben nog steeds maagd, ik ben ingesloten. En toen gingen de mensen, kwamen de rechters zeiden van dat moet gecontroleerd worden. En er kwam een vroedvrouw bij. En inderdaad, zij was nog steeds maagd. De koning werd opgesloten omdat hij krankzinnig was. En, geworden natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment heeft hij inderdaad zelfmoord gepleegd. En de koningin die was bevrijd en leefde nog lang en gelukkig. Prachtig. Helemaal mooi. Dat boek is net uit. Dat is vorige week uitgekomen. Ik weet niet of het nu al in de winkel ligt of of het hier beneden ligt. Dat weet ik niet. Maar er komt niet echt een officiële presentatie
van dit boek. En dat toen wij hier, voordat dit allemaal begon, erover spraken, dacht u, nou, dat is toch wel zonde dat er niet een presentatie komt, dat zo'n boek niet wordt aangeboden aan iemand. En we zitten denken aan wie kan je zoiets aanbieden. Nou ja, aan u natuurlijk, maar ze heeft er maar één bij zich. Dus toen hebben we het volgende bedacht. Ik heb hier een mooie roos. Die gooi ik naar u. En wie hem vangt, die krijgt het boek. Ik doe mijn ogen. Nee. Doe het zo. Voorzichtig. Pas op dat je niet valt, Doralie, want het zou heel erg zijn. Oké, niet verder. Nou, daar gaat hij, hè? Dus wie hem vangt... Nee, ik gooi hem niet ver genoeg, want ik zie dat daarachter zit zijn penning. Ik gooi hem niet ver genoeg. Ik gooi hem niet ver genoeg, maar wie hem vangt... die krijgt het eerste exemplaar van Kuis. Daar gaat hij. 1. 2. En daar gaat hij. Ik ben een van de vele allochtonen hier, en, maar ik heb belangstelling voor Antilliaanse en Surinaamse literatuur. Dat is een van de redenen waarom ik hier vanavond ben. Ja, en uw allochtoon zijn, dat bestaat uit? Ik ben Westers allochtoon. Ja, daar moet u iets meer. Dat is heel breed, hè? Net zoals het Koningshuis, hè? Ja, maar dat is wel erg divers. Ja, maar... Dat loopt zelfs door tot in Argentinië. Daar zit geen enkele Nederlander bij, hè? Nee, maar ik wil graag weten van, waar komt uw vader vandaan bijvoorbeeld? Ik ben Duitser, geboren en getogen, altijd geweest. Ik ben heel veel jaren docent Nederlands geweest aan Duitse universiteiten. Ik heb tot een paar jaar geleden aan de Universiteit van Heidelberg Nederlands gedoseerd. Aha. En dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig, hoezo Nederlands? De vrouw. Voilà, geen betere man dan dit. Als u haar maar niet... Zij zit in een andere, andere lezing. Ja, ja. Als u maar niet op kuise gedachten komt. Dit soort gedachten. Kuise of onkuise? Ja, goed. Hartelijk dank. Veel plezier. Mag ik een rooster op? Ja, u mag een rooster op. Je geeft aan het oog. Heel goed, ja. Dank u wel. Nou, het boek is te koop, zie ik dus. Nou, Rihanna, heel hartelijk dank. Ja, heel veel succes met je boek, met je boeken. Wat zit er in de pen? Ik heb drie verschillende ideeën en die vechten in mijn hoofd om welke het eerst mag. En dan, ik zal even kijken welke er gaat winnen. Waar gaan die over? Is dit, Eén over een historisch verhaal in 19e eeuw Suriname, maar dan de tweede helft van 19e eeuw of de begin 20e eeuw. En de andere is in Nederland. Daarover wil ik echt nog niets verklappen. Nee, dat is nog veel te vaag. Ja, nou, en van Tessa hebben we het net gehoord. De eerste Suriname die waarschijnlijk niet zo zal heten. Maar ik wens jullie allebei heel veel succes met je verdere carrière. En ik hoop nog heel veel van jullie te mogen lezen. Dank jullie wel. Dankjewel. En dank jullie. In deze zaal gaat... Hasna Bouwassa verder. En ze praat met Jean Kwok en Youssef Amine Elalami over de eeuwige betovering van het beloofde land.